Om 6 uur vanmorgen stapte de gele truidrager zijn bed in. Voor het slapen gaan ging hij nog eerst naar zijn volière kijken. Buiten hadden de dagjesmensen het roer van de nachtelijke supportersbende overgenomen. Signé dès le début de ce Tour de France, l'une de ses plus belles victoires. Alors donc je vais déclencher le chronomètre, ce sera intéressant de voir les écarts tout à l'heure. Premier, Lucien Van Impe, qui n'y croyait pas, top pour Van Impe. Van kort na de aankomst in Parijs stonden ze in heel Meren al op straat. Meer dan 12 uur lang, tot 3:30 vanmorgen, bleven ze op hun held en op straat wachten. Met alle natte en zatte gevolgen van dien. Voor Lucien werd het een overweldiging. Het is nu bijna al 4 uur. Het is ongelooflijk. Ze hebben gewacht uren op mij. En, Het was bijna een lynchpartij, hè? Oh ja, het was precies een vechtpartij als ik uit noten gekomen ben. Het is ongelooflijk, ja. Het is een beetje normaal. Ze hebben een beetje gedronken ook. Men wist dat Lucien vanmiddag 12 uur precies door de koning in een privé-audiëntie zou ontvangen worden. De koning heeft nu de gele trui. Terwijl de arm der wet. En espérons que vous soyez pas dévié entre Hino et Van Impe, parce que rien n'est joué pour la victoire. 1 kilomètre du sommet même. 1 kilomètre, nous allons passer sous la flamme rouge. Oui, Van Impe vient d'accélérer. J'allais vous le dire, Raymond Poulidor. Van Impe vient d'accélérer. Ik heb met hem de ronde van Duitsland nog gereden. En dat was een kolken van 4 kilometer. En ik had dat in me genomen van beneden een keer fel aan de boom te schudden, zoals ze zeggen in koerstermen. En op 500 meter van de top kwam Lucien naast me door. Ik stond precies stil. Het was ongelooflijk hoe dat ik kon daarop rijden. Bekende namen, zeer bekende namen. Daarvan is Lucien van Impe weggereden. Hier rijdt hij. Als een jongeling die pas gisteren is beginnen fietsen, komt hij aan de lijn. Dat allemaal tijdens de training van de bergschoenen. Een kon van eerste categorie. Waarvan ik u daarnet al zei dat hij een hoogte heeft van 1563 meter. En de top ligt na 97 kilometer. Een pijnlijk, een moordend tempo. Signé dès le début de ce Tour de France, l'une de ses plus belles victoires. Alors donc, je vais déclencher le chronomètre, ce sera intéressant de voir les écarts tout à l'heure. Premier, Lucien Van Impe, qui n'y croyait pas, top pour Van Impe.